Welkom bij het jachtseizoen in Minecraft. De serie gestolen van Linktijger, Serial Error en gefinancierd door Stuk TV. Waarbij de deelnemer in 30 minuten moet ontkomen aan het team van David en Kevin. Binnen de steden van Mindtopia op de DDG-server. Vandaag in de aflevering is het de beurt aan Marneker. Daar zit hij dan, Kevin. Ja. Dus Marnik gaat ontsnappen van ons. Ja, blijkbaar. Ja. En hoe ga je dat doen, Marnik? Hoe ga ik dat doen? Dat ga ik natuurlijk niet vertellen, want jullie dwaas. Jullie vinden me nooit. Nou, Kevin gaat wel even uitleggen waar jij je aan moet houden, want we gaan het je niet super makkelijk maken. Nee, dat zeker niet. Want je mag namelijk niet op het water blijven. En je mag ook niet op het verboden gebied, weet je wel, Area 42, als je daar ooit eens een keer hebt van gehoord. En je mag ook geen helikopters gebruiken. Maar je mag dus ook niet 5 keer switchen naar een andere stad. Nou, dat mag wel, maar niet vaker als 5 keer. Ja. Niet eigenlijk. Vaker als 5 keer. Marnik, je bent gewoon aan de beurt. Jij mag zo meteen uit het politiebureau... Ja, je mag uit het politiebureau lopen zo meteen. Maar dat hou je niet lang vol, want wij komen achter je aan. En ik denk dat jij een kwartiertje ongeveer... Dan zit je gewoon weer hier achter de tralies. Wat heb je daarop te zeggen? Nou, een kwartiertje... Nou, jullie zullen het zien, jongens. Ik heb er zin in. Ja, wat we niet gezegd hebben is dat Kevin natuurlijk ook gewoon met een knuppel mag slaan zometeen. Dus ik zou echt heel erg hard gaan rennen als ik jou was, Marnik. Ik denk dat je maar eens eventjes jezelf klaar moet gaan maken. Wij staan zometeen hier te wachten. Zodra jij uit het politiebureau loopt, dan komen we achter je aan. En we stoppen niet, Marnik, hè? We stoppen niet. Oh, maar daar maak ik me niet druk om, hoor. Ben je al bang, Marnik? Ben je al bang? Bang voor jullie? Nou, nee, hoor. Echt niet. Oké. Deze jongen heeft een grote mond, hè, Kev? Ja, een hele grote mond. Oh. Deze moeten we echt snel pakken, deze vent. Snel pakken. Blah, hou ik helemaal niet van, dit. Het is dus tijd om te ontsnappen en ik heb best wel een grote mond gehad. Dus nu moet ik mezelf ook wel echt gaan bewijzen. Oké, zodra ik hier zo meteen naar buiten ga, gaat de tijd beginnen. Ik ga hierdoor. Oké, daar staan ze. Als ik hier naar de poortjes ga, gaat de tijd in. Daar gaat hij, jongens. Ik weet niet waar ik heen moet, maar oké, we gaan beginnen. De tijd is ingegaan. Ik heb nu precies 3 minuten voorsprong. Ik heb een timertje toevallig op 2 minuten staan. Dat betekent dat bij 5 dat wij kunnen, maar jij kent... Ja, ik ken Marnik heel goed. Zal ik vertellen hoe ik Marnik heb leren kennen? En misschien dat wel een voordeel kan zijn. Oké. Marnik is altijd van de, ik wil stoute dingen doen. Dus ik denk dat Marnik scheid heeft aan de regel dat hij niet op verboden gebied mag komen. Ja. Ik denk dat hij misschien wel eens een keer zegt van, fuck dat. Ik ga gewoon naar area. Dat zou best goed kunnen, inderdaad. Oké, ik zie hier ook wel een tof schip. Shipyard, kijk eens aan. Shipyard, dat is aan de overkant van het water. Ze moeten wel helemaal omlopen zoals ik deed voor mij om daar te kunnen komen. Maar oké, dit is wel echt super spannend. Ik ben niet super snel. Ik heb wel een Elytra bij me. Ik heb geen voertuig bij me verder. Shipyard. Wat als ik hier even wacht? Ik weet het niet, jongens. Ik weet niet of ik wel moet wachten überhaupt in het begin. Misschien moet ik eerst juist zo ver mogelijk hier vandaan komen of zo. Ik ken de weg hier ook helemaal niet. Dit is allemaal nieuw. Shipyard. Oh, maar daar is het politiebureau. Ik ben helemaal niet ver weg. Heeft hij vrienden online? Want ik weet dat hij... Hij zei net toch van, ik heb geen auto bij. Ja, Levi SPS. Die kent hem wel, volgens mij. Oh, dat is rot, want die heeft echt alles, volgens mij. Ja, die heeft echt alles, inderdaad. Oh, man, ik ben zo benieuwd waar hij op dit moment over denkt. Ik ga denk ik gewoon bij een portal staan en dan denken ze vast en zeker dat ik daar doorheen ga. Maar ze zien natuurlijk wel mijn naam op tap, als ze überhaupt op tap kijken. Ik weet het niet. Oké, ik ga hier denk ik gewoon bij de portal staan en dan ga ik er snel eventjes vanaf. In het water springen, of misschien even met de Elytra. Als het goed is, gaat zo meteen... Mijn locatie doorgegeven worden. Ik ga gewoon hier zo eventjes wachten. Even wachten. En daar niet naartoe gaan natuurlijk. Nog een half minuutje ongeveer hier. Hè? En dan gaan we los. Ja, dan gaan we los. Denk jij dat hij veel van andere steden gaat switchen? Ik hoop dat hij hier blijft, eerlijk gezegd. Ja, wie niet? Ik hoop het wel, inderdaad. Dat zou makkelijk zijn. Ik weet wel dat toen met Duffy hebben we gezegd... We gaan niet veel op tap drukken. Bij Marnik... Dat is wel lastig, inderdaad. Oh my god, ja. Ik ben zo benieuwd of die überhaupt nog hier zit. Maar we krijgen echt over een paar seconden krijgen we de locatie door. Heb jij een auto bij je? Nee, ik heb geen auto bij me. Nee, want je ziet er ook een beetje prissenachtig uit. Ja, locatie. Waar is die? De Portal Downtown, waar is dat? Dat is de brug. Dat is hier heel vlakbij. Wat? Go. Dat is heel vlakbij. Hier, kijk, daar zie je het al.
Daarboven, dat is de snelweg, via de snelweg. Really? Ja, ja. Oké, okay. Top. Hij weet toch dat wij zijn locatie door krijgen op een bepaalde tijd, of niet? Ja, dat mag ik van hopen van wel. Oké, auto's was niet zo slim. Ik kom eraan. Waarom hebben ze hier van die hoge rotstoepen, joh? Ik heb geen idee. Als je iemand met een auto wil afschudden, dan moet je gewoon eigenlijk gewoon hier lopen. Oké, bij de portal downtown. Wat doen we onszelf weer aan? Waarom doen we dat met van die smerige jongens als Marnik? Ik ga heel even op tap drukken. Hij is er nog! Huh? Wat? Dat is gek. Is het echt hier, die portal? Ja, dat is echt hier, van downtown. Wacht even, hij heeft een Elytra, hè? Hij kan hier natuurlijk gewoon afgevlogen zijn. Oh ja. Dat is een goeie. Waarschijnlijk is dat het misschien wel, inderdaad. Oh my god, dat hadden we ook bij Duffy. Gaan ze altijd in het begin bij een portal staan? Ja. Is dat niet doorgelopen zijn? Geen idee. Even zien. Nee, hij is al lang weg, denk ik. We kunnen even voor de zekerheid kijken. Maar daar is hij, Oh mijn god, wat doen ze hier al? Huh? Ze zijn nu al hier achter mij. Ja, maar dit kan niet. Hè? Hebben ze me gezien? Ik mag hopen voor niet, hè. Dit kan niet dat ze me nu al hebben gezien hier. Ze liepen al gewoon langs me. Wat de hel was dit? Oké, ik moet eventjes zorgen dat ik hier wegkom. Ik ga niet heel ver wegrennen. Ik ga gewoon... Ze waren hier net, toch? Ze waren hier net. Ze hadden mijn locatie gewoon al doorgekregen. Dat wist ik helemaal niet. Ik kom naar beneden. Flink eten. Ondertussen zit er hier een zwerver achter mij aan. Help, eten. Waar is hij heen gegaan? Waar ben jij nu? Ja, richting... waar is hij eigenlijk heen gegaan? Ja, richting... even zien, west. Ik ben nu onder de... snelweg, zeg maar, van de kaart. Richting noord. Oké, richting west. Ik loop iets meer de andere kant op. Blijf nog in de Kaap. Ik ga snel de andere kant op. Oh mijn god. Hij zit gewoon achter me aan. Nu al. Ja, maar jezus. En hij is ook nog eens veel sneller, die Kevin. Ja, maar dit kan toch niet, jongens. Oké, ik moet snel ergens heen gaan en verstoppen. Hoe kan ik van hem afkomen? Rennen. Oh, maar die Kevin is zo snel. Ik weet niet wat hij aan het doen was, maar hij ging weer helemaal terug. Gewoon echt helemaal terug. Hij vertrouwen. Oké, ik ben nu... onder de brug doorgegaan. Oké, en deze kant op. Oh my god, ze zijn zo goed hierin. Ik ben hier zo slecht in. Ik heb een veel te grote mond gehad, maar David is er niet. Kevin is er wel. Oké. Daar is hij. Really? Ja, daar loopt hij nu in. Of tenminste... Ik ben achter jou. Ja, hij loopt er nu net rechts van. Kijk, hier rechts. Precies hier rechts. Nu rechtdoor. Oké, ik ga karren. Go. Hij heeft geen auto. Waarom heeft hij geen auto? En volgens mij ben ik hem nu kwijt. Hij moet aan het eten zijn ergens. Dan ga ik zo meteen verstoppen hier. Oh, dit zit me niet goed waar ik nu zit. Oh. Huh? Hij was hier echt heel erg. Hij was echt heel vlakbij. Oh, hij staat daar. Ja. Waar? Ja, auto. Ja, maar waar staat hij? Waar staat hij? Achter me? In de bosjes. Achter me. Oh, hij staat hier. Oh, nee. Maar hij is sneller volgens mij. Hij is sneller. Ja, zeker weten. Oh nee. Als hij hier ingaat, dan kan... Hij gaat hier met zijn Elytra. En nou zit ik vast zeker. You gotta be kidding me. Oh my god. Ik heb mezelf zo vastgewerkt hier. En hier shiften. Ze zien me niet. Ja, ik zou zeggen probeer het, maar ik weet het niet zeker dat het kan. Maar hoe kom je hier uit straks dan? Ik heb geen idee, maar ik zag hier zijn nametag ergens onder of zo. Ze zijn me aan het zoeken. En ze zijn daar. Kom op. En oké, zwemmen. Oh my god, ik moet even weg uit deze stad. Ik moet weg van hier. Sneller zwemmen. Ik heb geen snelle schoenen of wat dan ook. Ze zitten waarschijnlijk achter me aan. Locatie graag. We zijn voorbij helemaal scheef, maar dat maakt niet uit. Ja, hij was hier echt. Oh, shipyard stond er al. Maar alsnog wil ik de volgende locatie. Dan maar niet volgens tijd. Maar ik loop met ons te pukken, joh. Ja. Maar ik heb het zo slecht gedaan. Weg hier. Hop en gaan. Kom op en gaan. Oké, waar zijn ze? Ik ben ze kwijt. Wat? Ik denk dat hij ons is uitgeglipt of zo. Weggeglipt. Ja, maar hoe dan? Geen idee. Oké, waar hebben we bruggetjes? Alleen daar achterin? Ja, alleen daar achterin. Daar, volgens mij. Of niet? Of... Ja, daar. Hoe heeft hij dit gedaan dan? Ik heb echt geen idee. Oh my god, we zijn echt zo verschrikkelijk bad. Ik ga gewoon zo snel mogelijk toch naar downtown, denk ik nu. Want, weet je, ik moet gewoon weg uit deze stad. Ik moet gewoon snel ergens verstoppen. Ik weet niet wanneer de locatie weer wordt doorgegeven. En het begin ging al meteen fout. Maar vanaf nu
zal het goed gaan. Downtown, de stad die ik niet goed ken, maar waar alles goed zal komen, hoop ik. Ja, maar weer naar de shipyard dan, denk ik, Kevin? Ja, dat is zijn laatste locatie. Dus hij moet hier ergens, ja, zitten nog. Downtown, oké, even kijken. Ik ken het hier niet goed. Waar moet ik heen? Ik ken één gebouw. Het gebouw van Beaumontus. Als het gebouw nog staat, dan ga ik daarheen. Ik heb geen auto. David zagen we net van wel. Nee, hij is al lang gevlucht, denk ik, hoor. Hij is al lang gevlucht. Marnik is goed. Hoe dan? Locatie graag. Maar oké, misschien verwachten ze. Oh, hij gaat links, oh, hij gaat rechts. En mijn locatie kan ook weer elk moment doorgegeven worden. Misschien hebben ze die alweer. I don't know. In de Port of the Cape, downtown. Wat? Hij is niet in deze stad! Nee. Oké, ik ga rennen. Ik heb op zich best wel een hoge fitheid. En dan gaan we gewoon zo snel mogelijk naar... Ja, naar... Downtown toe. En dat is bij de brug daar. Ik weet dat je op een manier hierop kan komen. Dus ik ga proberen om op de centrale bank te komen hier van downtown. En dan ga ik ze uitlachen van het dak of zo. Ik mag er eigenlijk niet op komen. Dat is een verboden regio. Dat mag volgens mij niet. Staat in de regels. Ah, paniek weer. Nee. Nou ga ik weer terugrennen. Ik had een leuk idee. Maar dat mag helemaal niet, denk ik. Dat is tegen de regels en ik wil niet gedisqualificeerd worden of wat dan ook. Ik wil een eerlijke speler zijn. Wat nou als ik hier bij de centrale bank hier ga staan en ze hier op gaan wachten? Oh, dit kan heel dom zijn. Dit kan echt heel dom zijn. Oh, maar ja, god, ik... Nee, we willen het leuk aanpakken, jongens. We willen het leuk aanpakken. Man! Oké, druk op tap, want straks zit hij weer hier. Zitten we weer te wachten, weet je wel? Krijgen we dat weer? Ja. Oké, rennen. In downtown. Dat is onze eerste stadswitch ook gewoon, hè? Ja. Oké. Nog maar. Ja, echt hoor. 11 was de eerste, met 14 hebben we de volgende. Ik zie dat ze wel hier in downtown zitten nu. Ik zie serial error in downtown. Oké, en dus David ook eronder. Ze zullen in de buurt zijn. Waarschijnlijk hebben ze deze locatie doorgekregen en zijn ze hier zo meteen. En ik wil niet, oh my god, niemand ziet me, niet bekend staan als de noob. Oké, ga alsjeblieft niet mijn locatie... Oh, er staat iemand stil te eten. Loop maar lekker verder. Oké, dus even kijken tot hoever ik zijn naam zie. En nu zie ik hem al niet meer. Dus als David en Kevin hier zo zijn... Dan zie ik ze gewoon niet eens misschien. Maar ik hoop dat ze binnen gaan checken. Want binnen mag ik toch... Is toch geen verboden regio? Binnen bij de bank. Eigenlijk is downtown zo groot dat je eigenlijk... Ja, het is... Er is geen... Ja, begin aan, zeg maar. Nee, dus als je naar Sunnyville gaat, dan vind je iemand echt niet, joh. Nee. We wachten op onze volgende hint en dan hopen we dat we kunnen vinden. Ja. En ik zie ze maar niet. Dit zijn ze volgens mij, dit zijn ze toch? Dat is, dus David is hier en Kevin loopt er achteraan. Oh my god, ze zijn hier allebei. En ze lopen daar. Ze moeten wel een beetje bij elkaar blijven. Oei. Ze lopen heel dichtbij. Ze lopen zo dichtbij. Oké, hoe ga ik hier? Waar zijn ze? Oh, ze zijn daar! Ze zitten op de straat! Ga alsjeblieft naar binnen, jongens! Ga naar binnen! Ze staan aan het praten daar met elkaar. Waar hebben ze het over? Bij de bank in downtown? Dit is de bank. Dit is de centrale bank. Moet die hier zitten? Maar wacht, hoe kan hij... Nu slim zijn. Jij blijft beneden. Ja. Oh, ik gooi eten per ongeluk. Oh my god. Oh, jongens. Loop verder. Hoe? Nee. Hoe? Hij zit hier! Zit hij hier? Pak hem! Oh my god! Nee joh! Nee, you gotta be kidding me! Hoe wist hij dit? Dit kan niet! Ze zitten zo dicht achter me aan! Hoe ga ik hier wegkomen? Ah jongens, ik weet het niet! Ik ben in paniek! Ik moet ergens... Elytra! Oh, ze zijn... Oh, daar ben ik kwijt. Die moet eten waarschijnlijk. Ik ga hier links. Dus laten we dit snel vergeten in ieder geval. Maar hij is hier naar links gegaan. Ja. Ik ga nu met de auto verder. Alleen hij is sneller. Hij is gewoon echt sneller. Aha. Welke kant is je op gegaan? Links. Ja, hier rechtdoor gewoon. Hier rechtdoor. Meer heb je niet gezien. En ik ga ze naar mijn huis leiden. Naar mijn villa. Als ik überhaupt hier uit deze stad kom. Ik hoop het wel. Ze zijn me denk ik wel kwijt hoor. Ik moet een paar bochtjes maken. En dan kunnen we ze uiteindelijk misschien niet eens meer vinden. Nog een bochtje maken. Oké, hopelijk ben ik ze langzaam maar zeker kwijt aan het raken weer. Oh mijn god, dit was zo dichtbij. Hoe wisten ze dat ik achter die paal zat? Heeft iemand mijn locatie verraden of zo? Nee toch? Nee, ik mag hopen of niet. Maar dit is ook zo... Ja, dit moeten we echt gaan vergeten. Want dit was echt best wel, ja... Voor ons best wel slecht eigenlijk. Best wel stom. Ja. Maar ik weet niet of ik ook daar omhoog mag op gebouwen. Weet je, we gaan terug. Naar de Kaap.
Ik hoop niet dat ze dat raden, hè. We gaan terug naar mijn hometown, de Kaap. En ik wil eigenlijk ook nog naar de city. Maar ja, we hebben natuurlijk niet lang meer. We hoeven nog maar ongeveer 20 minuutjes, volgens mij. Iets minder dan 20 minuutjes. En dan ben ik ontsnapt. Maar ze hadden me twee keer bijna zo dichtbij. Kev, we zitten nog redelijk in de buurt van het midden van de stad, right? Ja, best wel, ja. Oké, dan zijn we dan weer in de Kaap. Dan gaan we eens eventjes lekker Elytraën. Ze zijn hier toch nog niet, hè? Nee. Kijk, nu heb ik nog gewoon tijd genoeg. Even met de Elytra naar mijn eigen gebouw toe. En dan gaan we denk ik snel met de bus naar Atlantis. Ze zijn hier nog steeds niet. Nee. We gaan met de bus naar Atlantis zo meteen. Oh, maar ik weet niet precies wanneer ze de locatie doorkrijgen. En dat is het moeilijke hieraan. Dan weet ik niet precies wanneer ze bij mijn plekje aankomen. En daarom ben ik al twee keer bijna gespot. Hoe verzin je dat die twee of drie keer toe gaat hij gewoon crouchen en shiften? Nee, dat is niet goed hoor. Nee. En besef dat wij Duffy zo'n beetje nu al gepakt hadden, hè, de vorige keer. Ja, en Marnik die vlucht nog gewoon. Yep. Oké, dankjewel. Ze helpt me misschien. Oké, daar, die kant op, die kant. Goed, ik hoop dat ze me gaat helpen. Zijn ze er al? Ze zijn hier nog niet eens. Ik ben bang, want echt, we hebben een gigantische achterstand, Kevin. Ja. Ik wacht wel even bij het begin. We kunnen niks anders dan wachten, want we hebben hem nergens gezien momenteel. En we kunnen ook niet zien waar hij naartoe loopt of zo. Nee, was dat maar zo? Dan heb je welke richting of zo. Daar zijn we dan, bij mijn hele mooie villa. Hoe kom ik op het dak? Natuurlijk moet ik even de trap nemen dan als ik op het dak wil gaan. Het dak op, moeten we via hier naar binnen. Ik mag toch wel in mijn eigen gebouw, mag ik hopen? Nou, we gaan snel eventjes. Hop. Dak op, hier zo. Hoppakee, omhoog. En dan zijn we zo eventjes op het dak. Waarschijnlijk krijgen ze mijn locatie van... Hij is bij zijn eigen huis. Nou, ja, hoppakee. Nee, nou, ja, ik ook niet. Het is een regel, maar nogmaals, ik ken Marnik. En Marnik is een boefje. Ja. Een gigantisch boefje. Even kijken, we zitten op 19 minuten. Ik weet niet meer waar we op zitten met onze tijd. Ik ben de timer helemaal vergeten, omdat ik zo gefocust ben op Marnik. Weet je wat, GPS, fuck it. Komt ie maar. Marnik zit in een gebouw. En Marnik is aan het vals spelen. Hij is in een gebouw in zijn fabriek. Waar is zijn fabriek, Kevin? Hier rechtdoor. Echt helemaal rechtdoor. En dan de ene laatste kant waar je naar links kan. Oké. Ik kom Melissa bij de megazijs tegen. We hebben hier gemeente. Is het in zijn fabriek? Ik hoop dat ze deze locatie door hebben gekregen, dat ze naar mijn villa gaan. En wat ik nu ga doen, is denk ik dat ik gewoon even aan de overkant van... Oh my god, ze zijn daar! Aan de overkant van de weg wou gaan zitten, maar dat was niet goed, Marnik. Niet goed, dom. We gaan snel de bus nemen. Snel de bus naar Atlanta. Ik moet een bochtje nemen voor het geval... Nee, dit is niet slim wat ik nou weer doe. Oh, ik zeg elke keer dingen en dan is het allemaal niet slim, jongens. We waren in ieder geval wel bij mijn villa. We lopen hier doorheen richting de bus van Atlanta, denk ik zo. Maar waarom zag ik Kevin dan weer niet? Waar was Kevin nog eens? Oké, zijn ze hier? Ik ben een beetje bang nu om over straat te lopen. We lopen hier gewoon even een beetje binnendoor, hoor. Ik durf niet meer over straat. Hier kunnen we ook nog even binnendoor lopen. En dan gaan ze me niet vinden. Ik heb ze wel gezien, jongens. Maar ik weet niet of je mij ook op het dak heeft gespot. Ik denk het wel. Hier, door deze container heen, dan kom je namelijk in hun geheime... Ja, wat was het in hun... Ja, kelder. Prima. Let's go. Ja, oké, we gaan gewoon kijken. Zo, als het goed is, zijn we nou in de buurt van de bus naar Atlanta. En Atlanta heeft een heel mooi winkeltje van Kevin. Ik weet niet waar die precies zit, maar ik weet wel dat die daar zit. En hier is de bus naar Atlanta. Laten we die snel gaan pakken. Gaan we bij het winkeltje van Kevin staan. Bij het winkelcentrum onder de grond in Atlanta. Yes! Oh, wie is dat? Is dat Kevin? Nee, dat is Melisser. Melisser! Wat doet Melisser hier? Oké, weg hier. We gaan naar Atlanta. Nou, Kevin, want Marnik aan het vals spelen, ze hebben wij van onze GPS een extra signaaltje gekregen. Ja. En typ die nog even uit als je wil voor ons, want ik ben heel vergeetachtig. Even kijken. Atlanta, is het hier druk? Ja, het is hier best wel druk. We gaan eventjes de drukte opzoeken. We gaan richting het winkelcentrum daar zo. Hij speelt zo gek! En dan is er fabriek en dan... Ja? Hoe komen, het is alsof hij weet dat we achter hem aan zitten. Ja, maar echt! Hoe komen we in Atlanta vanaf hier? Het hier en dan hier rechts. Helemaal rechts en dan hier rechts en dan rechtdoor. En dan zie je uiteindelijk een bus. Een gele bus. Maar wat deed die gozer in zijn fabriek? Of was het gewoon alleen maar een afleiding of zo? Ja, trouwens, de eerste keer was dat toch ook een afleiding? De eerste keer toen dat de GPS afging. Want ik bedoel, toen ging hij zogenaamd naar downtown toe. Ja,
Ja, ja, ja. Oké, waar is die portal? Rechtdoor. En dan zie je uiteindelijk een bus. Oké, Kev, we hebben over een kleine half minuut bij onze ene laatste hint al, hè? Ja. Dat gaat snel. Waar is die poort? Oh, daar. Ja, daar zijn we dan. Maar hier is het wel druk, maar misschien kunnen deze mensen mij helpen. Misschien gaan ze me juist tegenwerken. Help. Ik speel jachtseizoen. Iemand, help. Ik speel jachtseizoen. Zometeen komt David. Die zoekt me. Leidt hem de verkeerde weg. Zeg dat ik naar de Kaap ga. Ja. Onder de mensen zitten. Waar moeten we op? Gaan we goed zo? Ja, die kant op. Ik heb daar heel toevallig een café. Dus misschien dat hij daar naartoe gaat. Zou die daarin zitten, ja? Ja, maar hij is wel boven de koopgoot, hè? Dus... Ja, boven de koopgoot, ja. Ja, dus ik denk... Centrum. Dat hij niet in mijn café zit. Zeg tegen David dat ik naar de Kaap ga. Oké. We moeten... Oh! Ik viel. Oké, nou moet ik weg hier. Ik ben in de Kaap. Blijf boven. Wacht hem op. Boven. Boven. Ga nou naar boven, jongens. Jullie verraden me al. Wat zijn dit voor Lego poppetjes? Ga naar boven. Ga, jongens. Oh, ik zie zoveel mensen. Ik raak hier helemaal in paniek. Ga weg. Boven. Jongens, dit gaat zo fout op deze manier. Als hier allemaal van die mensen. Ga weg. Oh, jongens, dit is veel te druk. Dit is de grootste fout die ik heb gemaakt. Dit kan misschien wel fataal worden hier zo. Ga weg. Jullie verraden mijn locatie. Jij keek onder? Ik ben momenteel onder aan het kijken. Okay. Zeker weten. Even zien. Met elytra's. Oh, daar is David. Oh my god, ze zijn hier. Oh, jezus, ze waren zo dichtbij. Hij was hier aan het zoeken. Waar is Kevin dan? Daar is Kevin. Zijn die mensen ons aan het helpen? Oh, Kevin loopt hier naar beneden. Oh nee, Kevin loopt hier heel dicht bij mij. En hij zoekt en hij zoekt en hij zoekt. En hij loopt me keihard voorbij. Oh yes, yes, yes. Gast, we hebben nog maar één hint zometeen, hè? Ja. Is het? Ja, dat is het. Is hij hier? Nee. Nee, hier is hij niet, denk ik. Fuck, oké. En nu, wat gaan we in godsnaam doen? Ik heb geen idee. Ja, het is... Oh, ja. Plan de campagne. Hij zal vast niet meer hier zijn, lijkt mij, right? Ofwel, we hebben hier wel bushaltes die snel naar Greydale en Cosmopolitan gaan. Maar ja, ik druk op tap en ik zie hem nog. We zijn dus onderweg naar de city en ik hoop dat ze weer terug naar de Kaap gaan. Ze zitten hier nog wel in deze stad. En ik zag ze net heel mooi allebei voorbij komen. En dat was mooi. We gaan in de city eventjes, denk ik, bij mijn villa op het dak staan of zo, toch? Dat mag volgens mij wel. We gaan gewoon eventjes op het dak kijken van mijn mooie villa in de city. Nou, let's go naar de city. Nee, hij is weg. Oké, dan kan hij alleen maar in de city zitten, right? Ja, dat is de enige kans inderdaad. En dat is de tweede keer, want dan mocht hij naar verboden of gevaarlijke gebieden. Laten we eens even het dak op gaan dan en gaan met die banaan. Hoppakee! De dak op van mijn mooie villa daar zo. Die hebben zoiets van, Marnik is gewoon slim, David. Hij is gewoon slim. Dat is hij ook en dat verbaast me. Dat baal ik van. Ah, we hebben echt nog maar 2 minuten of zo, Marnik, te pakken. Dit is echt heel god. Maar ik zou wel een feestje aan het vieren zijn, denk ik, inmiddels, of niet? Ja, dat denk ik wel, ja. Ah, daar gaan we dan. Laatste portal. En we eindigen ook bijna. Wacht, ik kan hier op het dak van mijn villa... Oh, nee, wacht. Ik ga ergens hier eindigen. Ik ga denk ik op de boom eindigen. Dit is het einde, jongens. Oh, mijn god, ik ben gewoon bijna een half uur uit de handen. Ik had het niet eens door. Dit open. We gaan eventjes hier naar boven. En ik weet niet of ze het nog wel halen. Ze zijn hier. Deurtjes open. Deurtje open. Kan ik hier het dak op? Ik kom het dak niet op. Beetje vanaf ons doorlopen. Dat soort dingen rechtdoor. Staat hij ergens? In het EGS-gebouw. Waar was dat ook alweer? I don't know. Ja, hier rechts volgens mij. Rechts van de portal. Dat is een Finse villa. Rechts van de portal. Helemaal rechts, langs het strand. Wat ik nou doe? Hoppakee. Ik heb besloten om gewoon achter mijn poppetje te wachten hier zo. En dan gaan ze zo daar kijken. En dan zie ik ze mooi naar mijn villa kijken. De villa van Marnikur. Ja, waar, het is zo erg veranderd, de city. Alles is kapot en je kan het gewoon niks meer zien.
Het is wel sfeervol, dat moet je toegeven. Het is wel gezellig, het is wel erg knus op zich. Ja, zeker weten. Had hij niet hier ergens een villa? Ja, wel ergens inderdaad, maar je kan... Was dat met roze flamingo's? Ja, volgens mij wel inderdaad. Ja. Zeker? Dat weet ik niet 100% zeker, maar volgens mij wel. Oh my god, echt. We hebben zo weinig tijd. Of is het deze? Ik weet het allemaal niet meer. Oh, daar zijn ze. Ze gaan kijken. Hoe lang moet ik nog? Volgens mij nog 1 of 2 minuutjes moet ik dit volhouden. Ja, maar waarom loopt hij nou recht richting mij? Oh, ik dacht al dat hij recht richting mij zou lopen. Kevin, waar ben jij? Waar gaan we het op gooien? Ik zie nu ik zit nu bij Marnix zijn huis, volgens mij. Ja, dit is Marnix zijn huis. Ik heb ook Marnix zijn huis. Dit is de enige plek waarvan ik denk, misschien hier. Maar de deur is dicht. Ja, deze deur ook. Volgens mij ben je aan de voorkant. Ik ben inderdaad aan de voorkant, ja. Ja. Oké, ik weet niet hoe laat het af is gelopen. Volgens mij over 1 minuutje of zo. Ik weet het echt niet. En ik wil gewoon nog 1 keertje zwaaien zo. Van joehoe. Jammer dat je me niet hebt gevonden. Maar de tijd is om. Waar is hij eigenlijk? Ja, hij zit wel op zijn huis. Bij de EGS-gebouw, bij de ingang. Hij zit hier, Kevin. Je moet omhoog. Je moet omhoog. Omhoog. Ja. Gaat hij eraf springen? Joehoe. Ik ben hier boven. Hij kan hier niet komen! Hey Kevin! Joejoe! Ik hou hem hier bezig, ja? Ik hou hem hier zo lang bezig. Ja, prima. Dan ga ik er zijkant even zien. Hoe kan ik hierop? Oh, hier. Oh, alles is ook hier kapot. Ja, kom eraan. Hou hem bezig, okay, hou hem bezig. Ik hou hem zeker bezig. Ik gooi allemaal wel zalm naar hem, zo pak het op. Ja. Ik ben er vlakbij. Oké, heel snel, want we hebben niet veel tijd meer. Nee, precies. Hij ziet mij. Ja, bijna. Kom op, Marnix. Hij springt, pak hem, David. Rennen. Oh, shit. Hij pakt zijn auto. No way. Ik moet hier snel ergens afslaan. 20 seconden. Are you kidding me? Oh, nee. 20 seconden, 10. Ik moet goed rijden. Pak hem, David. Pak hem. Ja, ik heb hem. Ja. Oh. Wat? Nee joh! De laatste seconde! Nee, dat meen je niet! Ik zat zo van, volgens mij heb ik het, volgens mij ben ik er, maar voor mij heb je een paar seconden over, want jij begon met 2 minuten en het eindigde dus op 32 minuten bij mijn opname. En voor mij hebben we een extra hint gedaan, omdat jij 2 keer vals gespeeld heeft volgens de GPS, met je eigen fabriek en je eigen huis en dat soort dingen. Ik weet niet of je naar binnen bent gegaan. Ja, wij hebben extra hint gekregen. Nee! Ja, dat was de allerlaatste. Anders wisten we niet dat je bij je eigen huis zat. Ja. Oh, mijn god. Jullie waren zo snel op het eind. Ik denk niet dat er iemand een betere tijd als jou gaat neerzetten. Want dan zijn ze namelijk letterlijk ontsnapt. Ja, dat denk ik ook. Een paar seconden. Ik wil gaan trashtalken. Dat heb ik met Duffy ook gedaan. Van, nou, je gaat lekker naar de gevangenis. Dus ik doe het even, maar ik doe het met een knipoog. Want je hebt het supergoed gedaan. En Kevin en ik hadden allebei niet verwacht dat jij zo sluw kon zijn. Ja, maar ik stond daar mooi boven. Ik was je uit aan het lachen daarboven. En toen kwam die Kevin eraan. Ja, dat was de bedoeling, ja. Oké, Marnix, sorry, dit moet even gebeuren. Gaat u maar even staan. Wat ga je doen? Ik ga denkbeeldige handboeien bij je omdoen, zo. En je mag die kant op rustig lopen. En je gaat terug naar de gevangenis, want het is je niet gelukt om te ontsnappen, waarlijk. Maar, willen jullie als kijker vaker jachtseizoen zien, dan kan dat zeker. Dat kan namelijk op het kanaal van Serial Error, die natuurlijk meedeed. Kevin. Klopt. Dus de Serial Gamer, officieel. Hij gaat er gewoon niet... Oh, daar ben je. Willen jullie nog meer Mytopia zien, dan kan dat onder andere ook daar, maar ook op het kanaal van Marnix. Dat is op een GameStad. En ik wil graag van jullie een suggestie hebben. Natuurlijk ook een like hebben, maar van jullie een suggestie hebben wie de volgende keer mag gaan ontsnappen uit de handen van Kevin en mij. En misschien, Kevin, moeten we onszelf een keer nomineren. Ja, dat is wel een goed idee. Voor de kliks, dacht ik zo. Oké. Okay. Ah, Marnix rent er weer vandoor! Hij rent er weer vandoor! We gaan niet! Dames en heren, bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer bij een nieuwe jachtseizoen in Mytopia. Rustig aan! Hij is net niet ontsnapt op 29 minuten en 59 seconden. Dus op de laatste seconde is hij gepakt en staat nu eerste. En Duffy op de tweede plek. Vergeet niet die prachtige like achter te laten en jouw suggestie wie de volgende keer moet meedoen met jachtseizoen. Mede mogelijk gemaakt door StukTV.